Elk jaar opnieuw roept de inheemse bevolking op tot erkenning van hun grondrechten. Vandaag is het niet anders. Bij de traditionele vuurceremonie van morgen vroeg in de Palmtuin klonk opnieuw de roep voor meer waardering en gelijkheid voor de inheemse bevolking. De activiteiten rond de herdenking van de Inheemse Dag begonnen reeds op 7 augustus, waarbij vooral de uitdagingen van de groep zijn besproken. In de afgelopen periode zijn deze gemeenschappen vaker geconfronteerd met de uitgifte van concessies in hun gebieden. Daarnaast voeren ze al heel lang de strijd om erkenning te vragen van de staat voor de grondrechten van de inheemse en tribale volken. Yosin Alumatoku, voorzitter van de Organisatie van Inheemse Volken in Suriname, legt uit dat de vuurceremonie bedoeld is om op een positieve manier te bidden voor de uitdagingen waarmee de inheemse gemeenschappen recentelijk zijn geconfronteerd. Vuur, u ziet het zelf, brandt alles weg. We proberen, we moeten kijken van, om een nieuwe, nieuw jaar als het ware, een nieuw leven weer op te gaan. Dus dat is het negatieve verbranden, met de rook mee. Weet je, van dat het gerookt wordt, van dat wij dan een betere leven proberen op te bouwen. Vergeving zijn, vergeven. En als, ik wil geen dingen van vijand of weet ik maar. Het negatieve uit de mens halen om het positieve gedachten te brengen met een goed hart voor elk mens. Want weet u wat het is van, we leven maar voor een korte tijd hier. We zijn niet blijvend. We moeten ons elkaar lief hebben. Vandaag staan we hier, morgen weten we niet wat er gebeurt. Gezien de uitdagingen waarmee de doelgroep kampt, zegt Alumatoku dat deze dag meer in het licht staat van bezinning en roept alle inheemse broeders en zusters op om in eenheid de strijd aan te gaan. Alumatoku wist er vooral op dat het van groot belang is eerst te weten wie ze zijn voordat ze een gezamenlijk doel nastreven. Vieren het niet, we herdenken. Wat herdenken we eigenlijk? Ja, al hetgeen van wat ons wordt aangedaan en hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we doen? Ja, er is altijd een ding van om te zeggen, maar we proberen om iedereen bij elkaar te brengen, zodat we in de richting kunnen opgaan. Sommige meningen zijn verdeeld, maar we proberen toch om iedereen op één gedachte te brengen. Wat willen we eigenlijk met onszelf? Wie zijn wij? We moeten ons eerst leren kennen als de zijnde. We zijn inheemse. We hebben onze eigen waarden. Daar is onze identiteit. Waar hebben we het gelaten? Waar is onze taal? Waar is onze liederen wat wij moeten zingen? Waar zijn we? Zijn we aan het verdwijnen? Ik zeg nee, we zijn er nog. Alumatoku benadrukte dat de inheemsen verder zullen gaan met hun strijd voor hun grondrechten en betere waardering in de Surinaamse gemeenschap.